tienjarige ik. Ik schrijf deze brief zonder hoop dat deze je ooit zal bereiken. Misschien is het advies dat ik je wil geven wat te laat op jouw leeftijd. Misschien. Misschien zou jij mij wel advies moeten geven. Maar dat maakt nu toch niet meer uit. Ik heb het verkloot. Waarschijnlijk vraag je je nu af waar ik het in godsnaam over heb. Jij hebt het nog makkelijk. Jong, vrij, zorgeloos. Blijf zo. Zo lang mogelijk kind. Geniet van die eenvoud. Die eenvoud blijft niet voor altijd. Voor je het weet verstik je jezelf in allerlei verschillende factoren die achteraf geen verschil maken in jouw geluk. Helaas besef je dat vaak pas later. Volwassen worden is makkelijk. Volwassen zijn is een stuk lastiger. Je gaat het gevoel krijgen dat geld en status belangrijk zijn en dat iedereen iets van je moet. Maar dat is niet zo. Gelukkig. Je wordt bang voor verlies en bang voor de dood. Maar wees niet bang voor het niets en ook niet voor de dood. Wees voorzichtig. Maar angst heeft geen zin. Blijf jezelf. En hou van jezelf. Anders kun je ook niet van anderen houden. Maar papa en mama blijven niet voor altijd bij elkaar. Maar dat betekent niet dat onvoorwaardelijke liefde niet bestaat. Oh shit, sorry. Spoiler alert. Maar jij gaat haar vinden. De leukste van allemaal. En als jij haar hebt, laat haar dan alsjeblieft niet gaan. Anders vind je jezelf net als ik schrijvend aan je tafel, schrijvend aan je tienjarige zelf. Dat zou een trieste visuele cirkel zijn, maar ja. Eigen schuld. Wees lief voor je moeder. Voor je het weet is het te laat. Geniet van momenten. Leef in die momenten en laat je niet afleiden door wat anderen daarvan denken. Het liefst met vrienden. Je hebt vrienden nodig. Je gaat de komende jaren veel keuzes moeten maken die de rest van je leven bepalen. Dus vind iets dat je graag doet en je hoeft nooit meer te werken. Richt je op waar je wilt zijn, maar vergeet niet waar je vandaan komt. Leer een instrument bespelen nu je dat toch gemakkelijk afgaat. Gebruik niet net als ik een gitaar als decoratie. Gebruik het als verlengstuk van je gedachten. En muziek kun je je uiten op een manier waarop geen woorden dat kunnen. Het zou hypocriet zijn als ik nu zou zeggen dat je niet moet roken, drinken, in het rond moet neuken of experimenteren met drugs. Ik ben ook geen heilige geweest. Maar ik heb het nooit de overhand laten krijgen. Gebruik niks om te ontsnappen aan de realiteit. Hoe hard die ook voor je is. Voordat je mijn leeftijd hebt, zal je mening misschien wel 1000 keer veranderen. En dat zal daarna niet stoppen. Heb spijt, maar ga verder. Relativeer. Het komt altijd goed. En zo niet. Dan toch. Ik vraag me af in welke wereld ik zou leven als ik je deze brief kon geven. Voor iedere handeling, in iedere keuze en in iedere seconde, meer of minder, een andere wereld. Toch?
Ik vraag me af in welke wereld. In welke wereld? In welke wereld?